Attentie, kampeerders. Tijd voor de hindernissenrace. De winnende hut krijgt onbeperkt pizza's. Terwijl ik doorga met de hindernissenrace die ik zo goed uit mijn eigen leven ken. Hoort boogschieten bij de hindernissenrace? Loop. Ravi, wat doe je nu weer? Gewoon als begeleider in opleiding. Laat ik je even zien wat je niet moet doen. Man, je beschaamt de grizzlyhut eer. En mannen in het algemeen. Ravi doet het fantastisch, joh. Als je bedenkt dat hij maar net zijn ei kon tillen voor de eierenrace. Het was een jumbo. Wat voeren ze die kippen? Woehoe, dat was tof. Tof? Hoezo tof? Focus! Dankzij jouw zielige prestatie op die springkussen ligt onze hut achter. Tiffany, het is maar een spel. Wat maakt het uit? Het maakt wel uit. Want als we niet de beste hut zijn, dan word ik niet de beste kampeerder. En als me dat dus niet gaat lukken, dan mag ik niet naar Harvard. En dus ook niet naar de medische school van Harvard. En dan word ik nooit een mega goede dokter. Dat wordt de dood van mijn moeder. Wil je mijn moeder eigenlijk dood hebben? Nee, maar ik wil het wel eens een keertje met haar hebben over opvoeden. Dus, de marmottenhut verliest en vliegen elkaar in de haren. Goed leiderschap, Emma. Ze is een goede leider. Vraag het hen zelf maar. Wie was Emma ook alweer? Je kunt maar beter gaan. Als begeleider ben je echt een ramp. Dat is niet waar, want het bloed van de legendarische Christina Ross stroomt door haar aderen. En ik wil het daar houden. Dus laten we die meid met haar pijlen vooral niet boos maken. Ah, kijk, ik durf het. Dat is mijn hutgenoot, mensen. Vang! Ah! Oh! Eens zien wat Xander nu van zijn poppetje vindt. Emma! Emma, gaat het met je? Jawel, beter dan met die pieren waar ik op viel. Oh. Een mooi meisje vol met modder en jij dacht dat hij dat niet leuk zou vinden? En nu? Haar een pak kippenvleugels geven en dan laten dansen? Bah, er zit nog steeds modder in mijn oren. Jij bof maar, dan kun je tenminste Tiffany haar viool niet de hele tijd horen. Stop daar eens mee! Schreeuw niet zo tegen Violet. Ze is erg gespannen. Oh, vandaag was echt een ramp. In plaats van een superbegeleider te zijn als mam, ben ik de slechtste stagiaire ooit. Ben je niet? Je bent veel beter dan mijn vorige begeleider Tammy. Zij wikten met de kids beren uit hun winterslaap. Die houden zomers geen winterslaap. Precies, ja. Het was veel papierwerk. Oké. Maar ik werd vernederd voor het oog van het hele kamp. En Hazel houdt Xander voortaan bij me uit de buurt. Toch zolang je nog adem haalt. Sorry, dat klonk in mijn hoofd veel positiever. Xander heeft me een sms op papier gestuurd. Dat heet een briefje. Hij wil dat ik straks wegglip en hem ontmoet bij de plek. Oei, de plek is waar kids in het bos heen gaan wanneer ze... Je weet wel. Geëlektrocuteerd worden? Je mag niet weg. Straks krijgt onze hut nog strafpunten. Dus? Dus? Dat komt in mijn dossier te staan. Oh, het is een kamp. Het enige wat ze bijhouden is hoeveel kinderen diarree krijgen van het vreselijke eten. Uh-oh, ik ben bang dat er weer eentje bij is gekomen.